Een zeer kritisch rapport van de onderwijsinspectie is voor de staatssecretaris reden de geldkraan dicht te draaien. De islamitische scholengemeenschap kampt al jaren met slechte onderwijsresultaten en financiële problemen. De school kwam dit voorjaar in het nieuws door de grootste examenfraude uit de Nederlandse geschiedenis. Maar hoe moet het nu verder met de 700 leerlingen? Ze verspreiden over andere scholen heeft veel nadelen, zo zegt de koepelorganisatie CVO, die zich buigt over de toekomst van de leerlingen. Ze komen op een school waar ze nog nooit geweest zijn, ze zitten in een groep leerlingen die ze niet kennen enzovoort. Dus het is voor leerlingen lastiger, het is meer wennen. Voor scholen is het ingewikkeld. Wat kun je nog wel plaatsen, wat kun je niet plaatsen? En dus wordt geprobeerd binnen 6 weken een nieuwe islamitische school te starten. Wethouder De Jonge hoopt dat het lukt, omdat daarmee ook het islamitisch onderwijs in Rotterdam blijft bestaan. Dat is een groot recht in Nederland, dat je mag kiezen het onderwijs waarvan je vindt dat het bij jou past. En daar moet je niet te licht aan willen tornen. Dus als dat enigszins mogelijk is, dan zou dat hartstikke goed zijn. Door het naderende faillissement van de Ibn Galdoen school komen 60 docenten op straat te staan. Ja, het is niets anders. Het is een akelige consequentie van het faillissement. Een prettige consequentie is dat de schulden weg zijn. Bij faillissement kun je niet meer aan je schulden voldoen, maar dan ben je er ook vanaf. Volgens de wethouder moet er wel echt schoon schip worden gemaakt. Dat wil zeggen een nieuw bestuur en nieuwe docenten. Die leraren die onderdeel zijn van het huidige probleem, ja, die moet je vooral geen onderdeel laten zijn van de oplossing. Ook Litoy zegt veel nieuwe docenten te willen werven. Het ziet er naar uit dat het huidige schoolgebouw van de Ibn Galdoen gebruikt zal worden als tijdelijke huisvesting voor de nieuwe school.